Gemeenten, provincies en waterschappen spraken vandaag met de informateurs en de formerende partijen. Wat was de boodschap van de VNG? Onze boodschap is dat dit land echt zit te snakken naar een aantal doorbraken op belangrijke thema's. Bijvoorbeeld wonen, de leefbaarheid. En dat wij natuurlijk heel veel te bieden hebben. Maar dat het ook wel belangrijk is dat we onder de juiste condities ons werk kunnen blijven doen. En dat is dus niet gratis, helaas. Vanuit de waterschappen hebben we met name aandacht gevraagd voor de problemen die op lange termijn lijken te liggen. Maar die nu al actie vragen. En dan gaat het om zowel droge voeten als voldoende water als schoon water. En willen we hier blijven wonen, werken, recreëren, zowel boven als onder NAP, dan moeten we gewoon ruimte krijgen om het water te kunnen bergen. Dan hebben we echt ook regels nodig, bijvoorbeeld om de vervuiling van water, oppervlaktewater tegen te gaan. En we hebben ook echt regie nodig van het Rijk op sommige plekken. Want de ruimte is beperkt en er moet een keus gemaakt worden. En uiteindelijk, sommige dingen moet je gewoon op nationaal niveau regelen. Dus die drie dingen, ruimte, regels en regie. Ik vond het een openhartig, goed gesprek. We hebben ook de ruimte genomen om een aantal dingen echt uit te wisselen. Ook een beetje na te denken over hoe komen we nou uit de kramp waar we met elkaar in zitten. En kunnen we echt dingen een schop voorwaarts geven. Of het nou gaat om de woningbouwproblematiek of de stikstofproblematiek of noem maar op. Er zijn veel urgente vraagstukken. En daar hebben we elkaar als verschillende overheden voor nodig. En daar ging het gesprek goed over. Urgentie vraagt ook daarom. Want er zijn heel veel grote opgaven die echt om een oplossing vragen. Wat nu heel belangrijk was, was dat de formerende partijen ook ons als partners zien. En dat ze ook zien waar onze kracht ligt en wat er voor nodig is om ons ook gewoon in positie te brengen. En ja, dat gesprek hebben we echt goed met elkaar gevoerd. Dat was constructief. Ik zie ernaar uit om te horen wat men verder nog van ons verwacht.